ben nu halverwege mijn tocht en op de oevers heb ik heel veel mensen ontmoet. Eigenlijk een soort community aan mensen die allemaal op hun manier bezig zijn met de plastic vervuiling. Marijn, die kennen wij natuurlijk al bijna vanaf het begin. Wij starten toen eigenlijk en toen hebben we elkaar heel snel gevonden. Onze community zijn allemaal vrijwilligers door heel Nederland heen. Die eigenlijk hetzelfde als ons hebben van, hey, hou eens op, dit gaat eigenlijk niet zo. En die community doet het dus allemaal vrijwillig, omdat ze weten, we moeten iets gaan doen. Vloggen is hardlopen en afval opruimen tegelijk. Als ik thuis kom, dan registreer ik dus al het afval wat ik vind. Ik heb bijvoorbeeld van mijn hardlooproutes, dus weet ik precies op wat voor dagen ik hoeveel flesjes, blikjes ik gevonden heb. En met die data kunnen wij dan in ieder geval weer gerichte acties voeren. Hoe gaat het? Ja, lekker. Ja? Het is redelijk schoon, maar je vindt altijd wat, hè? Ja, voor wat peuken denk ik dat je nou komt, of niet? Ik moest gaan lopen voor mijn gezondheid. En toen zag ik pas wat er voor een zwerfafval eigenlijk gewoon buiten lag op het half uurtje dat ik moest gaan lopen. En daar stoorde ik me eerst aan. Toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan op internet en dan kom je gelijkgestemden tegen. En toen heb ik me daarbij aangesloten. Zij hebben allerlei kwaliteiten die ik niet heb met betrekking tot community en mensen inspireren. En mijn kwaliteiten liggen op het gebied van saaie dingen, data analyseren, het taggen van allerlei stukjes afval. Dit is een schoonwandelwagen. Het frame is gemaakt van een IKEA boodschappenwagentje en voor de rest is allemaal met tweede leven hout gemaakt. En de maker is Wim Zwikker. Dat is de Willy Wortel van GoClean en eigenlijk van heel Nederland. Want zijn uitvindingen worden eigenlijk door alle zwerfafvalrapers die dat willen kunnen er gebruik van maken. Wat ik heel erg mooi vind zeg maar, in onze community is dat ieder zichzelf mag blijven en mag zijn en toch een stukje aan de puzzel meewerkt. Het is fantastisch om deze mensen te ontmoeten en ze zijn ook echt enorm belangrijk voor mijn strijd. Want zij laten in de praktijk zien hoe dat eruit ziet, die plastic vervuiling, en dat er veel meer aandacht voor moet. Blikjes, verjaardagsgerelantijntjes. Dit kom je heel veel tegen. Die drijft gelukkig. We gaan één keer per week meestal afval ophalen en dat doen we of per kajak. En één keer in de maand is het dan met de sub en dan in de gracht rond. Het is leuk met de mensen. Soms zijn het met allemaal bekende mensen, soms is het met nieuwe leden die meegaan. En je doet iets sportiefs. En zoals bijvoorbeeld zaterdagochtend op het water is het gewoon een beetje rustig wakker worden en iets goeds doen. Wat deze gemeenschap aan mensen eigenlijk laat zien is dat er zorg is voor die plastic vervuiling. En die zorg die probeer ik te bundelen en om te zetten uiteindelijk in beleid. In ja, iets eenvoudigs als dat er in de klas op de juiste manier met afval omgegaan wordt. Uiteindelijk gaat dit om veel meer dan alleen plastic. Dit gaat om de wegwerpmaatschappij. Dit gaat om hoe we over het algemeen met onze grondstoffen omgaan. Het zijn grote stappen en het is ver. Maar we moeten die reis voortzetten. En ik doe dat met één pedalslag per keer.